Goedendag, kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Engeland ligt een storing en die zorgt daar voor regen, maar die gaat ons niet bereiken. Hooguit wat sluierwolken over het zuidwesten. Wij moeten onze blik richten op het oosten, daar bevinden zich enkele wolken. en Die wolken kunnen mogelijk ons land binnentrekken, maar ze doen er erg langzaam over. Vandaag dus vooral heel veel zonneschijn, temperaturen oplopen naar zo'n 6 tot 9, lokaal 10 graden. Daarbij overheerst de zon, maar kunnen er dus een paar wolken over het land trekken. Die oostenwind neemt toen na matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, die maakt het voor het gevoel weer wat frisser. Vanavond en vooral vannacht neemt vanuit het oosten de wolking verder toe, maar regen valt er nog niet uit. Het wordt wel iets minder koud, de kans op nachtvorst wordt kleiner. Morgen lange tijd droog en van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden. Pas in de namiddag en avond neemt vanuit het oosten de kans op wat lichte regen toe. De temperatuur levert verder in, naar zo'n 6 à 7 graden. Ook zondag kan er wat lichte neerslag vallen en zijn er veel wolken. De zon heeft het zondag het moeilijkst. Vanaf maandag keert de zon terug en ook de hogere temperaturen. Dinsdag wordt het 11 tot 13 graden, misschien lokaal zelfs 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.